Dit hier, dat is mijn DNA. 12 pagina's van de 11.826. Hoe ben ik hier aangeraakt? Ik heb het gewoon besteld online via een DNA-test. Mensen doen zo'n test voornamelijk omdat ze benieuwd zijn naar hun afkomst. Maar je kan er ook voor kiezen om iets te weten te komen over je gezondheid of je lichaamssamenstelling. En ikzelf, ik was nieuwsgierig, dus ik heb zo'n test gedaan. Ik heb de resultaten gekregen, maar het is toch allemaal net iets anders gelopen als ik zelf dacht. Oké. Ik bestel mijn test bij 23andMe, een van de vele bedrijven die dit soort tests aanbieden. Voor de zekerheid bestel ik ook een tweede test om te kijken of de resultaten wel dezelfde zijn. Alleen ga ik misschien een andere naam nemen in de hoop dat ze het toch opnieuw analyseren en niet exact dezelfde resultaten gewoon opnieuw opsturen. Zij heeft hoge kans op borstkanker en zij op muco. Fijne vooruitzichten. En dat kost €169. Portefeuille. Voor ik de test kan bestellen, moet ik eerst bevestigen dat ik de privacyvoorwaarden gelezen heb. Misschien moet je daar deze keer wel eens op klikken. 23 pagina's. Ik begrijp dat mensen dat normaal gezien gewoon wegklikken. We lezen dat het bedrijf mijn DNA-data niet zal delen met publieke databanken, werkgevers of verzekeringsbedrijven. Je kan het bedrijf ook toestemming geven om je DNA te laten gebruiken voor onderzoek. Onderzoek dat ook door farmaceutische bedrijven gesponsord wordt. Maar ik woon in België en blijkbaar mogen ze mijn DNA daar niet voor gebruiken. Op het eerste zicht ziet er een heel heilig en veilig bedrijf uit. Anderzijds, als het zo ellenlange pagina's zijn, dan denk ik altijd dat daar ook heel veel advocaten werk van gemaakt hebben en geef je het gewoon op naar 5 pagina's. Online een DNA-test bestellen is heel eenvoudig. Je hoeft maar te googlen en je krijgt meteen honderden mogelijkheden. 23andMe zelf beweert dat al meer dan 10 miljoen mensen bij hen hun DNA lieten testen. Vandaag ben ik aan de beurt. Mijn DNA-pakketje is aangekomen. Hier is het. Maar, zeg, als ik je DNA nu eens test, zou dat uitkomen? Duidelijk niks. Dit vol krijgen met speeksel tot deze lijn. Alright. Het gaat keilang duren. Misschien moet ik aan het eten denken. Degoutant. Ik weet het. En dan mogen we het erop sturen naar Amerika. Benieuwd. Het analyseren van mijn DNA zal enkele weken in beslag nemen. Maar de DNA-zelftest blijven me wel achtervolgen. Mijn guilty pleasure, Grey's Anatomy. En ook daar reclame voor DNA-zelftesting. En dan... You've got mail. Oké, ik ga jullie inzicht geven in mijn DNA. Hou het voor u. Ik ben enorm benieuwd naar mijn resultaten, maar ik moet van het bedrijf eerst wat extra uitleg lezen. Ze tonen dat mijn DNA niet het enige is dat bepaalt of ik kans heb op kanker. Er zijn ook heel wat externe factoren, zoals mijn leeftijd en mijn omgeving. Maar na die uitleg krijg ik mijn DNA-rapport. Het eerste dat opvalt, de DNA-rapporten van Imke Courtois en Elke Janssens zijn nagenoeg identiek. Betrouwbaar lijkt het dus wel. Het DNA-rapport heeft 4 grote onderdelen. Helemaal bovenaan, vet gedrukt, staan mijn gezondheidsrisico's. Ziektes waar ik een verhoogde kans op heb. In mijn geval een oogziekte die ik op latere leeftijd kan ontwikkelen. Wel positief, ik heb blijkbaar weinig kans op borstkanker of Alzheimer. Vervolgens vinden we de erfelijke aandoeningen. Als ik kinderen zou krijgen, is er een kans dat ik deze aandoeningen aan hen overdraag. Maar ik heb geluk. Uit deze lange lijst ben ik van niets trager. Ten slotte is er nog mijn wellnessrapport en enkele leuke eigenschappen. Hier kan ik bijvoorbeeld lezen dat mijn spieren passen bij een topsporter. Wie had dat gedacht? Maar ook dat ik waarschijnlijk geen unibrow zal krijgen en liever zoet dan zout eet. Allemaal dingen die je in mijn DNA kan lezen. Er is bevestigen sommige dingen, bijvoorbeeld sproetjes. Ik heb in de zomer heel veel sproetjes. Ik denk van, ah ja, dat klopt. En dan bevestig je het jezelf van, ja, die test, dat klopt. En andere dingen, ja, dan stelt je wel vragen. Bijvoorbeeld mijn cholesterol. Ik heb echt hoge cholesterol.
Daar staat dan dat ik daar niet voorbeschikt voor ben. De conclusie is dat ik een redelijk gezonde persoon ben. Daar ben ik blij om. Het is ook fijn om grappige dingen te lezen, zoals bijvoorbeeld als je liever zout of zoet eet, als je een unibrown gaat krijgen of niet, of al hebt. Dat is allemaal leuk en plezant. De vraag is, hoe moet ik dit allemaal interpreteren? Hoe waarachtig is dit en wat met mensen die minder goed resultaat krijgen? Je zou denken dat je met zo'n DNA-test alles over jezelf te weten komt. Maar eigenlijk heb ik nu nog meer vragen. Daarom besluit ik een expert te contacteren. U spreekt met Imke Courtois. Ik heb uw nummer van een collega op de VRT. Ik maak een afspraak met professor Blauwmeister, het kliniekhoofd medische genetica van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Met professor Blauwmeister over DNA. Zij begeleidt dagelijks mensen die een medische DNA-test laten doen. Hallo. Kom binnen. Aanvankelijk was je niet heel blij met mijn telefoontje, hè? Ik was blij met je telefoontje, maar ik was niet blij met het feit dat je hebt laten testen met 23andMe. Ik neem nu gewoon een voorbeeld, want dat is een van de dingen die ook uit het rapport komt. Hè? Borstkanker. Mm-hmm. Borstkanker is iets dat voor een vrouw heel relevant is. Ja. 1 op de 8 à 1 op de 9 vrouwen in België krijgt ooit borstkanker. Wat hier letterlijk staat is BRCA1, BRCA2, variants not detected. Ja. Dus je bent relatief gerustgesteld. Sommige mensen vals zo gerustgesteld dat ze zeggen, ik moet mij daar eigenlijk verder niet mee moeien. Stel nu hier stond variants detected. Dan zou het kunnen zijn dat je overhaaste beslissingen neemt, bepaalde operaties laten doen, die mogelijkerwijze volledig overbodig zijn. Laat ons nog maar niet spreken van de ongerustheid die je krijgt als je dat hebt. Moesten jullie nu deze DNA-test hier in dit ziekenhuis afnemen? Kan ik dan dezelfde resultaten verwachten of is er toch een soort van nauwkeurigheidsverschil? Nee, je mag mogelijkerwijs een compleet ander resultaat verwachten. De professor legt me uit dat je DNA laten testen in het ziekenhuis niet eenvoudig is. Ten eerste moet er een medische aanleiding zijn, zoals de mogelijkheid dat je een ziekte doorgeeft aan je kinderen of de angst om borstkanker te krijgen. Vervolgens maakt de professor een uitgebreide stamboom. Er wordt niet enkel gekeken naar borstkanker, maar ook naar andere kankers en aandoeningen in je familie. Pas dan, op basis van al die gegevens, kan je een DNA-test laten doen die op zoek gaat naar het antwoord op je medische vraag. Geen volledige DNA-test dus, maar een specifiek antwoord op de vraag: heb ik kans op borstkanker, ja of nee? En dat is helemaal anders dan zo'n online DNA-test. Alleen in BRCA1 en BRCA2 zitten meer dan 200 verschillende mutaties die allemaal borstkanker kunnen veroorzaken. Er zijn er een aantal, en maar een heel klein aantal, van die variaties, van die mutaties nagekeken. En stel dat ik mij toch zou willen testen op BRCA, hoeveel zou dat dan kosten? Dat kost aan de maatschappij €1.200 ongeveer. Van één lijntje in heel dit rapport waar ik eigenlijk ongeveer €180 maar voor heb betaald. Ja. Dit is een goedkope test, uiteraard, maar dat is ook niet meer waard. Tot zover mijn resultaten. Niet alles wordt getest. Zo kan ik toch nog borstkanker ontwikkelen of Alzheimer krijgen. Misschien moet ik mij helemaal geen zorgen maken over een oogziekte, maar wel over een unibrow. En weet je nog die lange lijst van erfbare aandoeningen? Op enkele relatief vaak voorkomende aandoeningen werd niet getest. En ook niet op bijvoorbeeld SMA, de spierziekte van baby Pia. Dus dan is mijn vraag, wat heb ik aan zo'n online DNA-test? Je hebt je DNA afgestaan aan een firma die commerciële interesses heeft. En firma's hebben daar een enorm interesse aan om die data te krijgen. Echt geruststellend is het niet. En moet ik mij nu zorgen maken over mijn DNA dat ik naar Amerika heb gestuurd? Dat vraag ik aan een andere expert. We zijn in Antwerpen, want vandaag komt professor Pascal Bory praten voor de Universiteit van Vlaanderen. Bioethicus Pascal Bory weet perfect wat bedrijven wel of niet mogen doen als je zo'n test bestelt. Hoe betrouwbaar is een online DNA-test? Ik ga onmiddellijk bekennen, ik heb onlangs een DNA-test gedaan, online weliswaar. Hoe verstandig was dit om een DNA op te sturen? Als je de kleine letters zou lezen, ga je ook wel zien dat de bedrijven bepaalde genetische informatie, gekoppeld vaak aan medische informatie, kunnen gaan doorverkopen naar andere bedrijven, farmaceutische sector, onderzoeksinstellingen die daar verder onderzoek mee willen gaan doen. Moet ik dat niet als iets positiefs zien zijn? De wetenschap kan eindelijk aan de hand van heel veel DNA goede medicijnen gaan ontwikkelen of is het toch een bedreiging? Er zijn potentiële goede elementen dat men meer onderzoek gaat doen.
De grote probleem zou kunnen zijn dat je eigenlijk onderzoek gaat doen dat kan leiden tot patenten en in zekere zin dat de waarde die je creëert niet voor iedereen beschikbaar is. Het is geen publiek onderzoek. Je gaat eigenlijk door zelf een test te gaan kopen, ga je eigenlijk ook een eigen onderzoek van een commerciële sector gaan subsidiëren. En dat is natuurlijk wel een potentieel vraagstuk of je dat eigenlijk wel wil gaan doen en dat je dat ook weet dat je dit doet. Verhelderend. Ik zou graag 23andMe enkele kritische vragen stellen. Ik heb hen gecontacteerd, maar op dit moment wacht ik nog op een antwoord. Al weet ik eigenlijk al genoeg. Ik weet niet zoveel meer over mijn lichaam of over de persoon die hier over u zit. De test heeft niet zoveel waarde als ik aanvankelijk dacht. En daarnaast is mijn data ergens op een server in Amerika. Ik ga gewoon vragen als ze die willen verwijderen. 23andMe biedt ook die optie. En ik ga dat gewoon nu doen. Oké, ik heb de aanvraag ingediend. Mijn data wordt normaal binnen de 30 dagen verwijderd. Ik hoop dat ik nu terug met een gerust hart kan gaan slapen. En misschien is mijn tip wel, bestel niet zomaar een DNA-test op het internet. Het zijn leuke weetjes voor op café, maar misschien hou je er ook gewoon slapeloze nachten aan over. Off we go.